Hoi, ik laat je zien hoe je heel simpel je eigen ricotta kaasje kunt maken. Je hebt nodig 750 ml geiten- of koeienmelk, sap van een halve citroen, 2 theelepels kruiden. Ik gebruik nu salieblad met een klein beetje peper, maar je kunt hierin natuurlijk variëren, en een halve theelepel zout. Ook heb je nodig een pan om de melk in te koken. En nog een pan met een zeef om de kaas straks in uit te lekken. En nog een doek. Dit mag zijn een theedoek of een hydrofiele doek. Het sap van de citroen pers je eerst uit om vervolgens alle ingrediënten in de pan te doen. En zoals ik net al zei, kun je met de kruiden variëren. Je kunt bijvoorbeeld komijnzaadjes fijn malen in een vijzel voor een komijnenkaasje. Of je gebruikt bijvoorbeeld koriander. De kruiden geven het kaasje een rijkere smaak en zonder kruiden is de smaak van het kaasje wat vlak. Aan het einde van de video laat ik je hapjes zien met dadels en als je de kaas in zulke zoete hapjes gaat gebruiken, kun je de kruiden beter wel achterwege laten zodat je een neutraal kaasje krijgt, zonder overheersende smaak. Je zet het gas aan en je zorgt ervoor dat het mengsel gaat koken. Door het zuur van de citroen gaat de melk zich scheiden en dat kun je ook goed zien. Aan de zijkanten zie je dat het transparant gaat worden en het mengsel wordt klonterig. Je laat het mengsel 3 minuten doorkoken en je giet vervolgens alles door het doek welke je in de zeef hebt gelegd. Het vocht zal door het doek gaan waardoor je een kaasje overhoudt. Hier heb je wel even geduld voor nodig. Het beste is om het kaasje een dag van tevoren te maken zodat het tijd heeft om helemaal goed uit te lekken. Je kunt het doek met het kaasje neerleggen in de zeef, dan krijg je een platter kaasje. Of ergens ophangen, pas wel op dat het nog lekt, zodat je een ronder kaasje krijgt. Na het uitlekken is je kaasje klaar. Qua smaak en substantie heeft het dus veel weg van een ricotta kaasje of huttekeze. Dit kaasje kun je gebruiken in een salade, op brood of als vulling in bijvoorbeeld dadels op een feestje. Bedankt voor het kijken en abonneer je vooral op mijn kanaal voor nog meer video's.